Het Nederlands-Surinaams bedrijf Amazon Resources heeft vandaag de voorbereidingen afgerond voor de eerste testvaart van de Flextank naar het Caribisch gebied. Het bedrijf heeft namelijk toestemming gekregen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om zoetwater vanuit Suriname te exporteren. De voorbereidingen voor deze eerste testvaart met de Flextank zijn getroffen bij de Koeldiepzee Port Facility haven te Livorno. De Flextank is een waterzak met een inhoud van 2500 kubieke meter zoet water. De tank zal door een sleepboot worden voortgetrokken van Suriname naar het Caribisch gebied. Volgens Arie van Peperstraten, projectmanager van Amazon Resources, zal het zoetwater dat getransporteerd wordt niet gebruikt worden als drinkwater, maar voor de industrie en landbouw. Het water dat nu in het Caribisch gebied gebruikt wordt, is erg slecht voor het milieu, zegt van Peperstraten. Er zijn verschillende soorten water die nu gebruikt worden in het Caribisch gebied. Een deel van de eilanden beschikt over een ontziltingsinstallatie, waarbij er van zoutwater, zoetwater gemaakt wordt, dan wel drinkwater of water voor industrie. Echter, dat is wel een zeer milieuvervuilend proces, waarbij dat in dit geval niet het geval is, omdat wij gebruik maken van zoetoppervlaktewater. Dat is ook heel erg duur. Dat is ook duurder, ja, inderdaad. Het staat bekend dat Suriname het meeste drinkwater heeft, het meeste zoetwater. Ja, klopt. Er stroomt in Suriname 151 triljoen kuub water per jaar de Atlantische Oceaan in. correctie, dat is 151 miljard kuub water de oceaan in. Van Peperstraten zegt verder dat voor de export zoetoppervlakkig water nodig is dat niet in contact is gekomen met zoutwater. De uit Italië afkomstige Samuel Ambrosetti, projectmanager, vertelt over de techniek van de Flextank. Basically, this is a project that we as a group of companies have been carrying out since 2010. So it's about 6 years from now since the first idea that came actually from Gianfranco. Maybe you will interview him later. Yes. Until now. What's new and what's peculiar about our water bag concept? Is this your first water bag you're working on? Well, this is the biggest we have up to now. It's still, of course, an experimental prototype. It's not yet commercial scale, but anyway, it's still pretty big, pretty impressive when it's filled and you see it in the water. What's peculiar about that is the modular structure. So it's not just one big piece of textile. It's several modules, and they are joined by zips. De Flextank wordt morgen door Amazon Resources te water gelaten. De tank zal gevuld worden te Acaribo aan de Suriname rivier in het district Para. De Flextank zal maandag versleept worden naar de waterkant. Dinsdag vindt het eerste transport van zoet water naar het Caribisch gebied plaats. Dit zal geschieden vanuit de marinetrap aan de waterkant.